wel zeggen dat dit het bekendste Nederlandse riffje is, nou, toch? Denk alle tijden. Denk ik toch? Ja, zeker weten. Ja, denk ik. Dus van Danny Lademacher, hè? Van Herman Brood en His Wild Romance. Ik zie Danny overal. Ja, klopt. Behalve in het echt. Danny kon vandaag niet. Nee. Danny heeft heel veel aan promowerk gedaan. Speelt eigenlijk alle optredens met deze gitaar. Met deze gitaar is Danny's gitaar. Danny heeft in de jaren 80 ooit eens een keer een modelletje gemaakt wat door een Nederlandse gitaarbouwer eenmalig voor hem gebouwd is. En uiteindelijk hebben we daar een productie van laten maken.